is altijd even aanpassen. En eigenlijk net dat ik de draad weer een beetje op begon te pikken, was het een beetje zo rond de Ronde van Duinkerken. Het stond goed geclasseerd ook en ja, dan val je uit door een stomme val. Dat andere heb ik net al opgenoemd, gerevalideerd. En ik moet wel zeggen, ik ben wel erg blij met Roompot, Oranje Peloton. Het is gewoon een heel fijn team. Nou, het gaat goed, ja. Dus inderdaad, je noemt het net op, vervelend geweest in de massasprint. Het zijn ook vaak van die ongelukjes waar je weinig aan kan doen. Dus dan is het gewoon vooruitkijken en proberen zo snel mogelijk te herstellen. En dat is toch langer, heeft langer geduurd dan je altijd vooraf hoopt. Zeker naar een blessure, dan ben je altijd even wat getiger. En ik hoop hoe goed ik het seizoen begon en nu heel goed af te sluiten. Na het begin vooral lekker koersen en weer koersritme opdoen. Je hebt toch wel zo'n tiental koersen nodig om weer echt wedstrijd fit te zijn. De ene keer dan pik je het net even sneller op dan de andere keer. Dus dat is ook even een beetje aftasten. En ik moet daarna pas een beetje gaan kijken van wat reëel is. Want ja, als ik nu alweer allerlei verwachtingen ga uitspreken dan, en je haalt het niet, dan is het alleen maar een grotere teleurstelling. Het zou zeker kunnen. Het is zeker een optie om hier te blijven. Ja. Het is een mooi team en waarom niet?